Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel kilo cocaïne in beslag is genomen in een container bij marinebasis Parera op 28 juni van dit jaar. Extra meldt vandaag dat het volgens bronnen om 600 kilo cocaïne gaat. Tegelijkertijd meldt de krant dat er weinig bekend wordt gemaakt over de zaak. Wat we wel weten is dat er een 33-jarige marinier uit de Nederlandse gemeente Peel en Maas is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de poging tot smokkel. Maar zoals gezegd laat het Openbaar Ministerie verder weinig los over de zaak. Vakbond BTG, die het personeel van Celicor vertegenwoordigt en ook onderdeel uitmaakt van de vakbondcentrale Solidaridad Sindical, heeft opnieuw laten weten dat zij niet zullen zwijgen en toekijken hoe de regering meer mensen werkloos maakt. Dat heeft Frenzy Cillier namens de BTG gezegd. Volgens hem is er sprake van een desastreus beleid van de overheid ten aanzien van de arbeidersklasse. We hebben al te maken met een zorgwekkende arbeidsmarkt, maar de overheid doet niets om de werknemers te beschermen, aldus Cillier. Hij waarschuwt nogmaals aan dat de vakbonden uiterst bezorgd zijn en niet met gekruiste armen zitten wachten hoe het nog slechter zal gaan. Volgende gebeurtenis zaterdagavond in de wijk Muizenberg. De politie kreeg verschillende meldingen van een schietpartij aldaar. Daar aangekomen trof men veel mensen aan op straat, maar niemand wilde ook maar iets zeggen over de schietpartij. De politie kon uiteindelijk alleen maar weggaan zonder nader onderzoek te doen. Er zal de komende tijd strenger gecontroleerd worden of mensen in de auto een gordel dragen. Niet alleen de chauffeur, ook de andere inzittenden zijn verplicht een gordel te dragen. En als het gaat om kinderen jonger dan 12 jaar die in een auto zitten zonder een gordel te dragen, dan is de bestuurder daarvoor verantwoordelijk en kan een proces bepaald krijgen. Dat heeft de politie gisteren nogmaals bekendgemaakt. Het is al lang bekend dat het dragen van een gordel verplicht is, maar er is weinig op gecontroleerd. Dat zal de komende tijden wel gaan gebeuren. Populaire Curaçaose muziekformatie Jens is naar Nederland vertrokken voor enkele optredens, maar kreeg op Schiphol te maken met een vervelende situatie. Een van de groepsleden, Chris Bees, bassist bij Jens, werd opgepakt voor het smokkelen van drugs. De band is flink geschrokken door de situatie, maar benadrukt dat de groep als geheel er niets mee te maken heeft. Zo goed en zo kwaad als het kan, heeft Jens wel haar optredens verzorgd in Nederland tot nu toe. Een groots onthaal gisteravond op luchthaven Hato voor de juniorselectie van het softbalteam van Curaçao. Ze hebben namelijk in Puerto Rico gewonnen van Mexico in de finale en daarmee kampioen Latijns-Amerika junior geworden op het gebied van softbal. Veel familieleden en fans waren aanwezig om de spelers te onthalen op luchthaven Hato. Het is weer een hele mooie prestatie van het Curaçaose sportteam. Brazilië heeft dit weekend voor de 9e keer de Copa America gewonnen. Het gastland van de Copa America won in Rio de Janeiro met 3-1 van Peru. En ondanks het feit dat de laatste 20 minuten maar met 10 man werd gespeeld, wist Brazilië toch te winnen. Het gold vooraf al als de grote favoriet. De thuisploeg was zonder tegenkool in de finale beland en had tegenstander Peru in de groepsfase al met 5-0 verslagen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.